Ik ben Niels Hoekstra en ik ben dit weekend verantwoordelijk voor het kano-gedeelte van de Dutch Paddling Championships. NK kanoën, het is het NK drakenboot en er wordt ook een stand-up paddleboard wedstrijd gehouden in ditzelfde weekend. En dat is vrij uniek in Nederland en voor de eerste keer. Het NK kanoën doen er 180 deelnemers mee en die komen uit 16 verenigingen uit heel Nederland. En we hebben nog een paar persoonlijke leden. We hebben heel mooi weer, dat is al altijd goed op een buitensportevenement. Maar ook de sfeer is heel goed tussen drakenboten en kano. De stand-up paddleboarders die komen nu langzaam binnengedruppeld op het evenemententerrein. En ik vind het tot nu toe één groot feest. Organisatief loopt ook alles goed. Vrijwilligers doen hun werk. Reddingsbrigade doet hun werk. Ja, tot nu toe, we zijn nog niet helemaal klaar, ben ik heel erg tevreden. Dit is voor herhaling vatbaar. Ja, wat mij betreft wel. Ik ben niet de enige die erover beslist. Na het evenement houden we een evaluatie. En daarin kijken we of we met drakenboot verder gaan. Maar als ik hier en daar al in de wandelgangen hoor, denk ik dat we dit gaan doorzetten. Ik ben Gert de Vos. Ik ben mede-bestuurslid van de Nederlandse Drakenboot Federatie. En ik ben hier vandaag als chief official aanwezig om proberen het wedstrijdgedeelte in de goede banen te leiden van het drakenbootgedeelte hier in het 2012 eerste nationale kampioenschap paddling. Nou, het is de eerste keer dat we de samenwerking hebben met de kanoers en de suppers en ik moet zeggen, het bevalt perfect. We hebben normaal gesproken wel wat rusttijden tussen de wedstrijden in en dat wordt nu ingevuld door de kanoers en andersom. En dat maakt het gewoon een heel levendig en een gevuld evenement met meer toeschouwers dan we gewend zijn. En ja, toch eigenlijk allemaal wel gelijkgestemde mensen die met hetzelfde doel zo snel mogelijk van A naar B varen met een paddel in hun hand. En dat is leuk. We hebben vandaag op de 200 meter 15 teams die meedoen. Nou, gemiddeld 20 mensen per team, dus zo'n 300 tot 350 deelnemers van de drakenboters. Vandaag doen we de 200 en de 2000 meter. Gisteren hebben we de 500 en de 1000 meter afgerond. Er waren iets minder teams, we hebben 9 teams. Maar vandaag een vol veld. Gisteren heeft River Dragons een redelijk nieuw team. Weliswaar met heel veel ervaren drakenboters erin. Maar als redelijk recent hier in het drakenbootveld aanwezig uit Gorinchem. Die hebben de 500 meter gewonnen. En Dutch Dragons 1, de eerste team van Dutch Dragons, hebben de 1000 meter gewonnen. Nou, we zijn er trots op dat we sinds 2010 ook als Drakenbootbond lid zijn van het Nederlandse Olympisch Comité en de Nederlandse Sportfederatie.